vinden of we leuke kopjes gaan doen. En ik ga jullie meenemen. Vergeet trouwens ook niet te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn andere video's die ik maak. En vergeet deze video ook een like te geven. En ik ga jullie laten zien wat ik heb gekocht. Ik ben trouwens naar de kringloopwinkel in Nienhoven geweest. En daar hebben ze eigenlijk twee verdiepen. Dus op de gelijksvloer en het eerste verdiep. En op de gelijksvloer zaten ze zo kleren. Een aantal meubelstukken. Meubels, gewoon een aantal meubels. Wat je daar nog? Veel servies, heel veel glazen. Een beetje kinderdingen en van die dingen. En boven heb je eigenlijk nog meer meubels. Dus we hebben een paar dingetjes gekocht die ik aan jullie wil laten zien. We waren in totaal 2,80 euro kwijt, denk ik. Dus dat is echt helemaal niet veel. Het eerste dat we gekocht hebben is een schildpad. En deze was 1,50 euro. En dat is een kaars. En mijn mama houdt heel erg van schildpadden. We hebben ook schildpadden in onze tuin rondlopen. Dus overal in huis vinden we wel zo van die schildpad dingetjes. En dat is wel heel schattig. En het was ook helemaal niet duur. Dit is het volgende. En dat is een glaasje voor een kaars in te doen. En dit was 50 cent. En dan hebben we nog deze bordjes gekocht. In totaal hebben we daarvan 6 borden gekocht. En ja, dat is gewoon een super mooi servies voor taartje of zo op te eten. Of gewoon voor iets kleins. En er zijn allemaal bloemetjes op in pastelkleuren. We gaan de borden natuurlijk wel eerst afwassen voordat we ze gaan gebruiken. Maar ik denk dat dat wel logisch is. Als je dat voor de eerste keer gaat gebruiken, dacht dat je het goed afwast. Zelfs als je het nieuw koopt, was je dat af. Maar ja, dus zo, hiervan hebben we er 6. En het was denk ik 10 cent per stuk, dus dat was 60 cent. Dus we hebben eigenlijk redelijk veel kunnen kopen voor maar 2,80 euro uitgegeven. Dus daar ben ik wel blij mee. Dat is gewoon een leuke manier van winkelen. Ik heb toch nieuwe dingetjes een tweede leven gegeven. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me zeker weten in de reacties of jullie vaak een kringloopwinkel bezoeken. Of als je dat nog nooit hebt gedaan. En vergeet niet te liken, te abonneren. En dan zie ik jullie in een volgende video. Tada!